Laponde en Van Os. Gaat Laponde dan nog mee? Laponde hier voor 3. Van Os zit op 4. Maar dan komt er ineens ook Maandox nog uit. Maandox aan de buitenkant. Maandox aan de buitenkant. We hebben een tweede check-out voor de girls 13, 14 jaar. We zullen echt met zoeken doen alleen maar Femke Gerritsen. Zij gaat hier aan de leiding. Neemt haar Dream Team in die Schepers met zich mee. Schepers is op die tweede baas. Die proberen de baan. Marijn Struik, Lieke Maas, Joyce Baksen, Megan Ros. En waar zitten die andere namen dan? Het is Struik die gewoon de derde baas. Struik op de derde baas. Ondertussen zien we Schepers doorgaan naar de eerste positie. En er is Nuland op 4. Nuland. Het is Lieke Maas. Zij zit op de vierde baas. Maar dat is nog niet gedaan hoor. Er zitten een paar dames die willen natuurlijk ook heel graag bij die eerste vier rijden. Joyce Baksen onder andere. Van Loop en Luke BMX. Maar dat moet nu gaan gebeuren. Die laatste bocht. In die Schepers. Zij steekt vlak op een overwinning voor Femke Gerritsen. En Marijn Struik wordt hier derde. Dat is de vierde baas inderdaad voor Lieke Maas.